In opdracht van Centraal Beheer Zakelijk presenteer ik de serie Gouden Duo's, waarin ik in gesprek ga met ondernemersduo's. Hoe is hun samenwerking ontstaan en wat is het geheim van hun succes? Wat is hun gouden formule? Deze keer praat ik met Mirthe van der Vlis en Joost Esser van Plant B. Dame heer, hartelijk welkom. Dank u. En leuk dat jullie er zijn. Ik wil beginnen met twee stellingen. Dat is altijd leuk om even op te warmen, zeg maar. Die zijn vreselijk zwart-wit. Dus zijn van die onmogelijke keuzes. Je kent het wel, hè? Dus dan begin ik met jou, Mirthe. Winst of groei? Groei. Groei. Klant of medewerker? Deze fase, klant. Wat zei je nou? In deze fase, klant. Oké. Ja, je nuanceert al direct. Ja. Ja? Hallo. Want hoeveel medewerkers hebben we het eigenlijk over? We zijn dus met 3 founders en we hebben een paar freelance chefs. Dus op dit moment... Is het een heel klein team? Valt het nog even dan kun je makkelijk kiezen voor de klant. Ja, lijkt me ook, ja. Maar het is ook alle ballen op de klant natuurlijk nu. Want jullie zitten in de groei. Ja. Exactly. Ja. Maar kun je al over winst praten? Nee. Nee. En voert altijd het woord. Ja, we gaan het hebben in deze podcast over duo's. Laten we vooraf 1 disclaimer. Eigenlijk is er bij jullie sprake van een trio, hè? Klopt. Ja, Maarten Gomez die hoort hier tussen ons in te staan. Ja. Als de golden founder. Ja. Maar die heeft het aan ons overgelaten. Heel goed, dat zegt alweer wat. Ja. Ja. Zullen we beginnen even zeg maar, jullie achtergrond een beetje duiden? Hè? Het leven voor Plan B, laten we het even zo noemen. Hoe ziet die van jou eruit, Mirthe? Ik had een cateringbedrijf. Ja. En dat liep eigenlijk goed. Ik was er net 3 jaar mee bezig. Ik had elk jaar eigenlijk een verdubbeling. Dus ja, best wel... Wie caterde jij? Wie? Ik deed veel bedrijven. Ja. Maar ook setcatering, dus films, commercials... Aha. Deed ook een grote beurs in Parijs, zat ik net in de auto aan Joost te vertellen. 2 keer per jaar, waar we een hele keuken opbouwden. En echt van alles. Dus ook events, zeg maar. Ja, veel feesten, Ruigoord en dat soort dingen. Ah. Dus wel echt heel veel. Maar was echt met een team, had je medewerkers, zoals echt een bedrijf? Ik deed dat ook met freelancers. Okay. Dus het is wel iets wat waar ik heel bekend mee ben. Ja, dat heeft ook zijn voordelen. Precies, toch? Want toen kwam dus corona en Plant B lag al op de planken als een idee van mij en Maarten. Maar te druk. Dus ja, eigenlijk zoals veel mensen ideeën hebben en er niet naartoe komen. Want ja, wat ik zei, mijn bedrijf was al 3 jaar op rij verdubbeld in omzet. Dus ook drukte. Ja. En ja, door corona kwam dat eigenlijk binnen 1 week of 2 weken... waren echt al mijn klanten ineens, hadden me opgebeld en gezegd... ja, lunch moet helaas ophouden hier. Event gaat niet door. Ja, en toen was het ineens, maart, zullen we dan toch maar eens gaan doorzetten nu. Ah, ja, never waste a good crisis, zeg maar. Exactly. Ja. En wat is jouw achtergrond? Reclame. Dus ik heb altijd een bureau gehad. Centraal Beheer is nog een mooie klant geweest. Oh ja. En ik heb 3 jaar geleden besloten om vol voor de food te gaan. Dus ik was het adviseren een beetje beu. En waarom vol voor de food? Omdat ik dat ver weg het interessantste vind. Dat is echt de weg naar mensen duurzamer maken. In mijn optiek begint het altijd met eten. En als je bewuster begint te eten, dan ga je vaak met je over reizen nadenken. En dan pas je je vervoer er mogelijk op aan. Of je gaat minder vliegen. Kleding komt daarna wellicht. Maar het begint allemaal bij eten. Daar hebben we gewoon ver weg de meest intieme relatie mee. En dat vind ik gewoon superleuk. Het is natuurlijk best wel een trend. Hè? Het gemak van eten, maar wel goed en zo. En we gaan niet meer allemaal naar de supermarkt en het allemaal zelf doen. Maar dat laat maar lekker thuis bezorgen. Ja. Maar het is diepvries, hè? Klopt. Dat is best logistiek een dingetje, toch? Ja, valt wel mee. Ik zelf ben eigenlijk ook door Plant B diepvries echt gaan herwaarderen. Want ik ben meer van het vers altijd geweest. Ja. Maar doordat ik nu met Plant B natuurlijk eigenlijk alleen maar met Frozen werk... zie ik echt wel in hoe geniaal het eigenlijk is. Ja, en hoe het is raar vers het is. Ja. Het is super vers. Ja, alleen ik zat neer wat ik bedoel. Ja. Is van praktisch lastig als bedrijf. Want je moet het leveren. Ja. En als het 20 graden is, dan ontdooi nee, je het. En dus dat is ook helemaal nul probleem. Oh. Want we hebben als logistics partner PostNL... En PostNL heeft gewoon een sectie hiervoor ingericht. Die een frozen... Met bussen, met diepvries erin. Met boxen.
zwarte thermoboxen die heel moeilijk opengaan. Ik heb een dag staan pakken na Dragon's Den, dus wel echt heel veel orders. En, maar ik had de volgende dag echt 3 dagen spierpijn, omdat ze zo moeilijk open gingen. Dus daar zitten dan blauwe koelelementen in. Ja. En die doos die gaat dus heel goed dicht, luchtdicht. Waarom die ook zo moeilijk opengaat. en als ik ze dicht doe, dan zit Joost mij altijd uit te lachen, omdat ik dan een Thaise masseur lijk, omdat ik erop ga zitten om ze goed dicht te krijgen. Dus er zit echt wel wat kracht bij. Maar dit klinkt wel als de lekkere start-up. Jullie pakken alles nog zelf in. En, We zijn echt piepklein, dus je moet ook veel zelf doen. Ik denk dat het ook heel erg goed is om alles te begrijpen van je bedrijf. We zouden dit moment ook kunnen gaan uitbesteden, maar het is gewoon leuk om dit ook gewoon een paar maanden zelf te doen. Dan weet je ook waar je dadelijk op moet gaan, wat je moet gaan optimaliseren, wat gewoon beter kan, wat slimmer kan. En is er een moment dat jullie dan met z'n drieën om de tafel gaan zitten en zoiets van, nou, we gaan het nu doen? Is dat echt een momentum? Ja, hoe hebben jullie dat gedaan? Met BV opgestart en zo BV allemaal? BV opgestart. Ja. Alle drie aandelen? Ja. Een derde. Ongeveer. Ja. Hoezo ongeveer? Nou ja, ik ging er later bij, dus dat is alleen maar fair dat je er dan niet helemaal gelijk ingaat. Ah, okay. Maar het is meer een symbolisch verschil dan dat er echt een verschil in zit. Okay. En dan ga je de markt op en dan ga je kijken van oké, wie hebben we nodig om de bal aan de rollen te gaan krijgen. Yeah. Toen zijn we investeerders gaan zoeken. Dragon's Den was daarin natuurlijk echt een podium, voornamelijk voor PR. En er was, hoe heet ze, mevrouw Harris? Die klikte erop op aan. Ja. Ja, superleuke vrouw. Echt hele goede klikken mee gehad ook. En ik denk ook dat ze ja zei om de juiste redenen. De uitzending is ook best wel geknipt. We hebben er eigenlijk 3 kwartier goed staan praten om ook echt tot de kern te komen wat wij als onderneming zochten in een investeerder. Namelijk niet alleen geld, maar ook wel dezelfde mindset, impact maken, de wereld beter maken, mooier maken en niet alleen maar winst. Ja, en misschien dat een andere dragon die daar zat, daar veel meer om geeft. Ze hebben ook 3 ton voor 25%. Klopt. En gaat dat door ook, trouwens, de deal? Of is dat nog? Nee, we hebben andere investeerders gevonden die in deze fase beter aansluiten. Voornamelijk vanuit kennis. Dus er zijn mannen die angel investors zijn van Crisp, de online supermarkt. Ja. Nou, we zijn natuurlijk een direct-to-consumer bedrijf. Dus we pakken de hele keten. En zij zit in containers avocado's met een briljant netwerk, super veel kennis. Maar het is een andere tone of voice. Ja. Dus wij hebben gewoon heel veel aan deze investeerders die we nu hebben om mee na te denken over productieproces optimaliseren. Mee na te denken over wat je zelf zegt net logistiek. Dat is natuurlijk, Mieke zei dat het heel makkelijk was. Niet heel makkelijk, het is redelijk te doen, maar daar kunnen we zeker nog wel verbeterslagen in maken. Dus het zijn gewoon mensen die ons van bepaalde valkuilen kunnen behoeden. En dat is rond die investering? Ja. Oké. Okay. Hoe beslis je met z'n drieën, want een aandeelhouder aan boord trekken in welke constructie dan ook, dat betekent gewoon veel voor je bedrijf. Ja. Zeker. Hoe beslissen jullie dat met z'n drieën? Dat vraag je precies. Waarom we voor investeerders zijn gegaan of waarom we voor deze desbetreffende investeerders zijn gegaan? Nee, los daarvan hoe jullie met z'n drieën beslissen wat voor besluit jullie ook nemen. Hoe gaat dat beslissingsproces met z'n drieën? Nu. Ja. Nu het eenmaal zover is. Ja, dat is heel makkelijk. Daarom is een gouden trio, denk ik, succesvol dan een gouden duo. Als er 2 voor zijn, dan gaat een beslissing door. Zo, dan gaat het format van deze podcast. Ja, sorry. Ja, maar dat is een voordeel van dat je met z'n drieën bent. Zeker, er worden beslissingen genomen. Dat moet je doen. En je moet heel veel moeilijke beslissingen maken. En bij jullie is het gewoon meest stemmig helden. Ja, maar uiteindelijk is het nu niet voorgekomen dat het 2-1... Nee, we zijn best wel gelijk gestemd in heel veel dingen. En dus het gaat tot nu goed. Dus we hebben ook wel best wel onze eigen expertise. Dus als Joost een keuze maakt, dan vertrouw ik hem daarop als het op marketing aankomt. Want hoe hebben jullie dit verdeeld, zeg maar de rolverdeling? Als je kijkt naar nu en naar de komende tijd. Ja, ik doe vooral de food product strategy. Nieuwe maaltijden ontwikkelen. Yeah. En op de vloer dus wel ook de chefs aansturen. Zorgen dat de processen in werking zijn. Verbeteren, optimaliseren en ook innoveren. Dus dat gedeelte. Ja. En ik heb een stukje HR. En Joost. Ik zit dan meer op de commercie en op het merk. Dus echt gewoon vooruitgang. En Maart zit op de operatie, meer de business draaiende houden. Dus we hebben het bedrijf in die zin in 3 stukken gehakt. Keuken, bedrijf en merk en commercie. Ja.
Waar staat het bedrijf nu? Hoe druk is het? Hoeveel pakketjes gaan de deur uit? We hebben vorige maand 500 bestellingen gedaan. Dus dat komt neer op ongeveer 3500 maaltijden. Ja. We hopen... het is het einde jaar ongeveer op 1500 bestellingen te zitten. Dus er is vrij veel werk in de winkel. En gaan jullie een bedrijf bouwen in de zin van mensen aannemen en zo? Ja, zeker. We zijn nu bezig met stagiaires aannemen. Ja. Dus daar ben ik nu druk mee. Maar uiteindelijk natuurlijk ook gewoon werknemers. En daar zijn we ook nu al rustig aan voor gesprek aan het voeren. Er moet gewoon heel veel gebeuren. En de groei komt er wel. Alleen daar moeten we gewoon hard voor werken. En daar hebben we die investering voor binnengehaald. Dus ja, dan kan je wel gaan wachten op de groei. Maar... We zitten nu in een hele leuke, spannende fase. En dat is vooral leren om geld uit te geven. We hebben gewoon plannen gemaakt. We weten waar we het geld aan uitgegeven. We weten waar we op dit moment het meeste aan gaan hebben. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat is gewoon spannend. Hè? Dus dan ga je een platform bouwen en denk je... gaan we dat geld daar nu echt aan uitgeven? Ja, dat moet. Want dit gaat gewoon niet lekker. Je zo lang niks hebt uit kunnen geven. Ja. Maar je moet. Is er al crisis geweest? Hebben jullie al zeg maar ruzietjes, irritaties... dat je s'avonds naar huis fietst en je denkt... dat? Ik denk dat we daar nu wel juist heel erg... als we iets voelen, het gelijk ook soort van gaan bespreken... en zorgen hoe we daar... mee omgaan. Tuurlijk, af en toe dan heb je wel het gevoel van... oh, hè, waarom doe je dat zo? Dus, kun je een voorbeeld geven? Ze willen juice, Meerte. Ze willen juice. Ja. Ja, lekker ze uit. Wat is de juice? Nee, toch, ze willen een lekker sappig verhaal. Ja, oh, nee, ik hoef geen juice. Nee, maar het wordt altijd concreter. Oh, ik dacht dat het echt een case was. Dat jij juice, een of andere juice in het pakketje... Nee, maar kun je het concreet maken dat het spannend was even? Was het spannend? Nou, ik denk wel dat je bijvoorbeeld verwachtingen heel duidelijk moet hebben. En dat we daar laatst wel een gesprek over hebben moeten hebben. Van wat verwacht je eigenlijk? Waar weet je wel van elkaar, maar ook van het bedrijf. En ja, als je best wel snel toch ineens met elkaar in zee gaat en je handtekening ergens onder zet. En oké, nu gaan we ineens van dit type bedrijf naar... dit type bedrijf. Komt in één keer vreemd geld aan. Precies. Dus je gaat in één keer gas. Ja, moet je wel ook gewoon even verwachtingen met elkaar managen. Iedereen is ambitieus en iedereen wil wereldkampioen worden. En allemaal super tof. Maar hoeveel ben je bereid om ervoor te laten? Als je drie keer per week met je vrienden uit wil gaan. Of als je elke avond naar de bios wil. Of als je het gewoon heel comfortabel vindt om 40 uur per week te draaien. Mm. Dat zijn allemaal dingen. Het kan niet en. Dus wat ben je bereid om ervoor te laten? En daar zijn we wel, denk ik, uitgekomen. In hoeverre zijn jullie het verhaal? Ik vind mezelf wel het verhaal. Maar ja. En in hoeverre zetten jullie jezelf in ook, in dat verhaal, als ondernemers, naar buiten toe? Ja, goede vraag. Nou, we zitten hier, dat is een lekker vertrekpunt. Ja, en waarom zitten even... geen weg hoor je hier, maar waarom jullie twee, puur praktisch? Omdat Maarten niet kon? Of hoe beslissen jullie zoiets dan? Gewoon praktisch. Gewoon in dit geval praktisch? Ja. En dat zo geldt het ook, want ik zag een mooie foto van jullie met z'n drieën, weet je wel. Dus dan zetten jullie jezelf echt neer als met z'n drieën runnen. Zijn we het gezicht van dit bedrijf? Ja. Oké. Dus geen vreemde sterren of zo, of influencers die het gezicht gaan vormen? Nog niet, maar ik wil dat wel hoor. Ja? Ja, ik vind mezelf geen influencer. En dat zijn mijn collega's ook niet. Oh. Dus, Hey, het succes van bedrijven is het far belangrijkste. We zijn niet echt, denk ik, zo cameragel. Dat we per se al het zelf willen gaan doen. Of wat onze gezichten op de verpakkingen gaan stoppen. Nee. Het kan ook heel goed wel werken. Als het gaat werken, dan maar, werkt dat. Maar het bij is... ons denk ik minder. Ik denk dat we ook alle drie minder dat leuk vinden of zo. Mm-hmm. Mm-hmm. Het verhaal moet veel groter zijn dan ons. Ja. Maar ik denk ook bijvoorbeeld, eet je zelf wel eens plantaardig? Of vind je dat interessant? Ja. Ik vind het heel interessant zelfs, want ik eet steeds minder vlees. Kijk, en dit is dus iets wat ik om me heen alleen maar hoor. Ja. Dus het mooie is, het product is ook niet gekomen uit mijn eigen gemis. Want ik zelf kan koken en ik vind het hartstikke leuk om te koken. Mm-hmm. Maar meer om het gemis wat ik om me heen echt heb gezien en ervaren. Dus bijna iedereen om me heen wil vaker plant-based eten. Ja. Maar het is er niet als ik zelf... ik ben dus flexitariër, maar wel echt heel bewust. Dus als ik naar de Albert Heijn loop... wil ik graag vaker een plant-based maaltijd daar vinden... Ja. Die ook lekker is. Is er gewoon niet. Nee. Ik schrok daar echt van toen ik een keer echt zei... oké, nu echt even deze maand niks van zuivel. En dan is er gewoon zelfs tussen de salades eigenlijk niks te vinden. Dus er is zo'n gemis. En ja, ik vind dat heel mooi dat ik dus...
niet vanuit mijn eigen gemis dat doe, maar vanuit een gemis wat ik overal om me heen zie. Ik denk dat daar zoveel kansen liggen. En als je je daarop gaat richten en die mensen weet aan te spreken, ja, dan kan het bijna niet anders dan dat je uiteindelijk wel groot wordt. Maar dan kan je wel op dat groot worden gaan richten. Maar nee, je wil eerst gewoon al die mensen bereiken. Joost en Mitte, mag ik jullie danken voor al jullie inzichten en ervaringen. En jullie heel veel succes wensen met Plan B. En laten we de wereld gaan veroveren. Ja. Dankjewel. Jij ook bedankt. En dit was Gouden Duo's. Dankjewel voor het luisteren. En op centraalbeheer.nl/ondernemen vind je nog veel meer informatie en inspiratie voor ondernemend Nederland. Voor nu, dank voor het luisteren en tot een volgend duo.